Kijkers, goeiedag. Het ministerie van Handel en Industrie, samen met het kabinet van de president, gaat samen met de private sector na hoe de basisgoederen betaalbaar en beschikbaar kunnen blijven voor de totale bevolking. Hierover zullen wij een gesprek hebben met de onderdirecteur interne markt van het ministerie van Handel en Industrie. Kijkt u met ons mee. Welkom mevrouw Sumter. We hebben begrepen dat de regering, met name het ministerie van Handel en Industrie, bezig is om de samenleving tegemoet te komen als het gaat om het aanschaffen van aardappelen en uien, de basisgoederen met name. Hoe zal de regering dat doen? U moet weten dat er een project basisgoederen is. Het valt onder het ministerie van Handel en Industrie en dat wordt samen gedaan met het kabinet van de president. Wanneer wij van Handel en Industrie, die dus de markt in de gaten moeten houden, in contact treden met de importeurs, dan zijn we meestal op de hoogte van wat er gebeurt. Maar de samenleving gaat ons ook wel feedback geven. In het kader van het project basisgoederen was het dus dat wij ervoor zorgen dat die producten beschikbaar zijn, maar ze moeten ook tegen een betaalbare prijs beschikbaar zijn. Wij merkten dus dat ten aanzien van aardappelen en uien er een mogelijke tekort ontstond. Men houdt ervan om dan aan te geven dat er een schaarste ontstaat. En zoals u weet, vaak genoeg wanneer er een schaarste ontstaat, dan kan er een verhoging van de prijzen plaatsvinden. Dus als gevolg daarvan hebben we dan afgestemd met enkele importeurs. En een van de importeurs is tegen een heel schappelijke prijs is hij ons tegemoet gekomen. En heeft hij aangegeven dat hij tegen een betaalbare prijs aardappelen en uien van 25 kilo kan verkopen. De ene gaat voor 60 SRD voor 25 kilo en de andere voor 50 SRD per kilo. Het is dus wel een maximum van 5 pakken per afname. Het mag dus zo zijn dat wederverkopers zich mogen aanbieden en dan die producten mogen halen bij deze importeur. De naam van de importeur is B.Chotelal en het is aan de Batjeweg nummer 8 te Kwata. U heeft het gehad over de ondernemer Chotelal. Zijn er nog andere ondernemers die hierop zullen inspelen? Waar we dus nu mee zitten is, zoals ik u heb aangegeven, er was een project basisgoederen. Los van de gedachtegang dat jij producten die je onder de groep basisgoederen brengt. Los van het feit dat ze betaalbaar moeten zijn, moet je ook wel denken aan je lokale productie. Wat het dus is, is dat je vaak genoeg je beleid gaat evalueren. Een van de punten bij onze evaluatie was, wij gaan dan kijken naar de mogelijkheid voor lokale producten om dan ten verkoop aangeboden te worden. Het ministerie had toen dan aardappelen en uien, onder andere, uit de lijst gehaald, denken ervan we stimuleren. Blijkt dus dat te veel andere producten niet gecompenseerd kunnen worden daarvoor. En de lokale productie kan dus ook niet als zodanig voorzien erin. De minister heeft als gevolg daarvan dan ervoor gezorgd dat ze dan weer op de lijst komen. Wat er dus gaat gebeuren is dat we mensen dus weer de gelegenheid zullen geven om dan weer op die manier te importeren onder het project basisgoederen. Geldt deze tegemoetkoming voor alle winkels of is het een groep van geselecteerde winkels waar deze goederen verkrijgbaar zullen zijn? Het geldt voor alle winkels. Het moment waarop u als winkelier gaat en voor die prijs uw baal aardappelen en uien koopt, dan is er een prijs die u zal afstemmen op basis van de inkoopprijs. U gaat uw winstmarge daarop laten en dat is dan wat u zal verkopen. Behalve deze twee goederen, namelijk aardappelen en uien, zijn er nog andere goederen waar de overheid de samenleving zal tegemoetkomen? Los van aardappelen en uien heb je dus knoflook, erwten, kippenworsten, sardien, kindervoeding van granen, bruine bonen, babyvoeding in blik, zout, badzeep in blok, lucifer, maandverband, tampons, wegwerpluiers voor baby's en wegwerpluiers voor volwassenen.
Dat hebben we dus, dat zijn producten die we veelal onder de projecten basisgoeder hebben. Maar het is zoals ik u heb aangegeven, het wordt geëvalueerd van tijd tot tijd. Dus je zal zien dat afhankelijk van wat er gebeurt, afhankelijk van hoe het inspeelt op de lokale productie, dat je dan zal merken dat wij dan of producten erbij zetten of producten ervan afhalen. Belangrijk is, het moet beschikbaar zijn voor de consument en het moet betaalbaar zijn. We weten allemaal dat we in Suriname geen aardappelen en uien telen. Is dit niet het juiste moment voor onze lokale producenten om in te komen? Ik zal u zeggen, met het project kijken we naar al dat soort aspecten. Ons ministerie is constant in afstemming met het ministerie van LVV, die op hun eigen manier ook al bezig is. We hebben dus bijvoorbeeld het rijstproject Hoogland, rijstverbouwing, waar we mee bezig zijn. Er zijn gesprekken met andere soorten van producenten. Waar de minister wel naartoe wil gaan, is dat wij een voedselschuur moeten worden voor het Caribisch gebied. Hij is nu bezig het beleid zodanig op te zetten waarbij er een inventarisatie gepleegd zal worden. Zodat wij op de hoogte zijn welke lokale producenten samen met LVV die producten kunnen leveren. Maar indien er ooit eens ook weer een situatie ontstaat waarbij CARICOM zal vragen naar bepaalde lokale producten van ons. Zoals onze aardvruchten bijvoorbeeld en andere kruiden die we hier ook wel produceren. Dan zijn wij wel daarop voorbereid. We weten dan ook direct hoeveel wij kunnen leveren aan het Caribisch gebied of andere regio's. We zijn er al bekend mee. We hebben dat toentertijd gehad toen er een schaarste was. Als gevolg van een orkaan hebben we dat gehad met rijst. Suriname heeft toen wel samen met Guyana ervoor kunnen zorgen dat er rijst beschikbaar was. Dus op die manier proberen we dat te doen. Maar dat is waar wij naar kijken voor de lokale productie. En alhoewel we de lokale productie willen stimuleren, doen we dat op die manier om ervoor te zorgen dat er afzet is. Maar ten aanzien van de lokale samenleving die daar gebruik van zou moeten maken, die zou moeten zeggen van luister nou, ik substitueer aardappelen voor iets anders, gebeurt dat maar op kleine mate, in kleine mate. En dat betekent dat je niet als zodanig een zodanig productieproces op gang kan brengen. En dat betekent dat als jij op lage schaal produceert, dat als gevolg van het weinig produceren van je product, de prijs hoger wordt. Hoe meer je kan verbouwen, hoe meer er wordt gevraagd naar je product, hoe lager de prijs kan worden. Dus je snapt dat we rekening moeten houden met al dat soort dingen. En los daarvan heb je dan eigenlijk ook nog de mindset. De mindset van mensen in Suriname om te zeggen van luister nou werkelijk, ik greep eerder naar zoete patat, want je kan bijvoorbeeld daarvan afvallen in plaats van aardappelen. Je kan daar niet zoveel mee doen. En toen wij dachten dat we uien en aardappelen van de lijst haalden, dachten we dat we op die manier dan ook de lokale productiesector zouden stimuleren. Echter is dat niet gebeurd. De minister heeft dat gehoord en heeft dus ervoor gezorgd dat die producten nou ook weer op de basisgoederenlijst zijn gekomen. Mevrouw Sumter, hoe zit het met onze economische dienst? Worden de prijzen in de winkels wel in de gaten gehouden? Want nu men gaat merken dat er een schaarste is aan aardappelen en uien, is de kans groot dat er een prijsopdrijving zal komen. Wordt er daarop gelet? De prijzen worden in de gaten te houden omdat het project basisgoederen dat ook vereist. We zouden moeten weten in verschillende gebieden van Suriname, hoe de prijzen bewegen in vergelijking met de importeurs die daar vrijstelling voor krijgen. Los daarvan is het ook wel dat we de economische activiteiten in de gaten moeten houden. Die houden we dus nog wel in de gaten. We hebben dan ook ervoor gezorgd dat onze COSA-app nog steeds optimaal werkt. Mensen dienen nog klachten in. We zijn heel erg blij dat de ECD dan scherper op inspeelt en ons helpt met de klachten, de afhandeling van de klachten. De mensen gaan het veld in waar nodig en de zaken worden dan op die manier opgelost. Recentelijk heeft de minister ook wel goedgekeurd. Hij vond het ook wel nodig dat als mensen niet als zodanig gebruik kunnen maken van onze applicatie, dat mensen kunnen appen. Er is dus een WhatsApp-nummer waar mensen hun klachten indienen, 8586256.
En dan kan men op die manier dan ook wel ervoor zorgen dat ze onze foto sturen en de klachten aan ons doorgeven. Mevrouw Sumter, ik wil zeggen dat aan het alasma in onze samenleving en verstaan Nederlands als zodanig. Ik kan brokken gidens mannen ofzo, zodat ik kan verstaan op historie die smoren betreft. Het kabinet voor president, na het ministerie voor handel en industrie, het draait een project basisgoederen. Na het project DC, de was zorgen dat alles aan een man kan vinden, want de basisgoederen geven een boom prijs. En dat we zorgen dat de sanisa, de smaak bij voor de basisgoederen, dat altijd de standaard dief bij. Sankop sano, ook hier, dat was soort sanikop sa, per een man, etaki tak ayun no de aardappel no de. Dus het ministerie zorgen dat het kan aan de importeur. En wat de importeur kon afzien, ataki tak hierna, mi abi ayun, mi abi aardappel, en mi ga zorgen dat smaak aan bij van baal voor 25 kilo. Aardappel na 60 SRD van baal en ayun na 50 SRD van baal. U kan vinden de sanidis na importeur beetje te lauw na Batjuweg nummer 8 kwata. Wansan im hon rekening anga, if yo sorgu dat yo seren baka a wins yu bayen gi yu srefi, a maximum sai kan kisi fu de baal na 5 baal. Dus maximaal 5 saka ayung, 5 saka aardappel yu kan bay na a winkri dati. Afas disi a regering wa sorgu tak if problemen ontstaan aan de basisgoederen is maar tak de noma vind de basisgoederen dies. Dat unu is zorgu, tak unu e jeep aan markt voor zorgu tak a samenleving ook toe kan vinden sandisi. Tot zover het gesprek dat we hebben gehad met de onderdirecteur interne markt van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Tot de volgende keer.